Zo'n 500 scholieren bezochten vandaag de Oosterscheldekering. Rijkswaterstaat organiseerde een hele dag workshops over de geschiedenis en functie van de kering. En daar viel nog wel het een en ander over te leren. Dan merk je dus gewoon dat de Oosterschelde zelf iets te maken heeft met dat het gevolg heeft tot het leven van vogels en planten en dieren. En dat besef je eerst helemaal niet. Dat was best wel grappig om dat te weten te komen, zeg maar. Voor veel studenten was het hoogtepunt van de dag het bezoeken van een van de pijlers van de Deltawerken. Normaal zie je iets van de andere kant, gewoon vanaf de brug. Maar als je dan zo daar staat, dan best wel heftig eigenlijk.